Oké, nu zijn ze nog zwart. En we gaan ze goud spuiten. Nou, Isa is lekker aan het koken. Sorry. Bijvoorbeeld dat kastje opentrekt, dat er dit gebeurt. Nou, er gebeurt niet veel natuurlijk. Ik ga pasta pesto maken. De saus heb ik al gemaakt. En de tomaatjes heb ik al klein gesneden. Hier al flink aan het drogen. Want die andere muren die zijn nog heel vochtig. Die moeten nog helemaal drogen. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik heb er weer zin in. Wij zijn weer bezig met een nieuw kastje. Of tenminste, ik heb kastjes bij de kringloopwinkel gescoord. Dit zijn ze. Dus ik ga nu beginnen met de knopjes eraf te halen. Die gaan we goud spuiten. Dit krijgt een mooi zwart kleurtje. Maar eerst gaan we ook nog schuren. Maar ik zal jullie het allemaal laten zien. Dit is een van de kastjes. Ik heb er twee namelijk. Oké, nu zijn ze nog zwart. En we gaan ze goud spuiten. Ik ben heel benieuwd. Laat ik ze nu even drogen en dan spuit ik het zo meteen opnieuw. En dan zijn ze hopelijk super mooi. En het eerste kastje is dus al geschuurd. Mijn vader heeft dat even gedaan. Hij zei ja, je moet ze wel eerst even in de grondverf zetten. Dus dat gaan we dan doen. Deze moeten we dan nog schuren. Dus als ze allebei geschuurd zijn, dan zet ik ze in de grondverf. En dan geef ik ze een zwart kleurtje. Dus dan worden ze zwart met goud. Maar dat zien jullie strakjes. Gewoon dunnetjes toch? Ja, gewoon. Je hoeft toch niet heel nat? Moet het wel nat? Die randjes die moet je wel kunnen opzetten zo. Ja, maar niet te dik en gewoon dekken. Dat zou maar even dekken. Even een lekker mintteetje maken. Goed bezig geweest. Kijk, dit is de lade. Ik zal het morgen eens even beter filmen in daglicht. Nou, nu kan je het wel redelijk zien. Het is een beetje donkergrijs, zwartgrijs. Maar ik zal het morgen even in daglicht filmen, dat gaat beter. Tenminste, dan zie je het altijd veel beter. Eerst even genieten van mijn muntteetje. En ik weet natuurlijk niet hoe hard, ik denk niet dat het net daar droog, maar... Als ik dat ook zo droog en zo'n deze. Lekker, lekker. Kijk hoe een leuke thee bij mijn mint zwart. Love it. Dit is je bootje, Max. Ik denk dat hij straks meegaat in de storm Corrie. Weet je wat mooi is? Deze kleur als een nachtkastje is. Nou, wit. Donker. Wit. Nee, die nachtkastje die we vorige keer
vorige week gekocht hebben. Nu oh, ja, dat is ook wel mooi inderdaad. Nou, we zijn net in de winkel geweest. We hebben even gekeken naar gordijnen. We moeten alleen even kijken. We moeten alleen even kijken naar de maten van de. Ja, van de kozijnen. Wow, zie je het zien uit de komen? En dan gaan we de gordijnen bestellen. We zijn nu onderweg naar de Action, want Isa moest weer iets hebben. En ik ga even wat eten, want ik heb erg honger. Jij hebt altijd honger. Storm Corrie, of hoe noem je die storm? Corrie! Corrie die is ook weer gaan liggen deels. Nou, het waait niet meer zo hard. Nou, de snelweg wel hoor. Ah, val wel mee hoor. Kijk, er komt allemaal. Ik weet niet of die het nu heeft. Benzine uit die auto. Moet eruit laten. Lisa heeft een mooi flitsmeister ding van mij gekregen. Ik hoor er nu bij, jongens. Ik hoor erbij. Kijk, wow. Lijkt net dat we bij haar de bil na te zien, maar het is de trui. Oh, is zo. Een... Oh, ik dacht dat het de buik was. Ja, ik ook. Maar ze kan toch steeds niet rijden. Oh, we staan eindelijk in de parkeerwacht na 5 minuten. We zijn bijna bij de Action. Lekker druk. Hier is die plant die jij zo leuk vindt. Ja, jij kan wel in de plant. Isa heeft weer een leuk idee voor de nachtkastjes. We zijn nu aan het opzoeken op de Action site. Ik wil deze. Oh, zo'n sensorlamp. Ja, en als je dan nachtkastje dan opentrekt, dan gaat dat lichtje aan. Oh ja, dat is leuk. Maar zie jij ze echt liggen? Nee. Ze zitten zo verpakt. Worden ze dan? En die gaan we dan in de nachtkastjes doen. We moeten nog even batterijtjes. En als je een nachtkastje open doet, dan gaat er automatisch lampjes aan. Ja. Oké. Nou, deze plant vinden we mooi. Voor in de woonkamer. Staat Isa nu bij. Mooie papegaaienplant. Ben je blij met je Action lampje? Ja, want ik heb een heel leuk idee daarvoor. En dat is? Dat heb ik net gezegd. Ja, dan maar een nachtkastje, maar dat laat ik thuis wel zien, want dan weten jullie dat beter. Ja, oké. Okay. Toch? We zijn lekker bij het smosken. Dan heb ik lekker een broodje grote garnalen in loep besteld. Ja, Corrie. Dus ik ben benieuwd. Corrie, Corrie. Wauw. Ik heb net een heerlijk lekker broodje smoskop. Garnalen in loek. Oh. We gaan vanavond even lekker een pokeball maken. Ja, of iets anders. Nee, pokeball. Misschien is het... Nou, Isa is lekker aan het koken. Oh. Dat was fucking mijn hoofd die ik stootte. Oh mijn god. Nou, nog een keer opnieuw. Isa is lekker aan het koken. We gaan een lekkere pokeball maken. Hé, Isa? Nou, niet zo. Wat adem jij hard? Wie? Oh, we moeten even een schroevendraaier hebben, want dan kunnen we het echt goed... En ik dacht, dan doen we die lichtjes hier tegenaan plakken. Nou. Kijk, dit zijn de... Horen. Even dat licht moeten we even neutraler zetten. Het is ook niet meer echt mooi licht nu. Misschien bij het raam. Die kastje bent af, hé. Zet hem er even. Prachtig. We zijn weer een paar dagen verder en de kastjes zijn nu klaar. En dit is het eindresultaat geworden. Ik vind ze heel gaaf geworden. Kijk. Even kijken hoor. Of ik het goed op beeld. Ja, kijk. Dus ik heb de knoppen goud gespoten. En we hebben voor een. Hoe heet deze kleur, pap? Grijs-zwartachtige kleur gekozen. Ik vond het wel heel leuk als je zeg maar dat. Bijvoorbeeld dat kastje opentrekt. Dat er dit gebeurt. Nou, er gebeurt niet veel natuurlijk. Oh.
Oh, kijk, dat er dit gebeurt. Even kijken of het deze wel gelijk reageert. De bedoeling is van wel. Kijk, oh. Die heeft ervoor gekozen dat hij daar wilt liggen. Maar ja, het idee is dus als je zeg maar het kastje opentrekt dat er lichtjes aanspringen. Ja, dat vond ik wel een hele leuke detail. Zo, ik zit nu in de auto. En ik ga weer naar kringloopwinkel. We gaan eens kijken wat we weer kunnen scoren. Ik ben heel erg benieuwd wat we weer hebben. Ik zal het straks even laten zien. Mocht ik iets gescoord hebben, laat ik dan natuurlijk zien aan jullie. Maar ja. Ik ga even. Het is wel echt super lekker weer trouwens. Het is echt, het zonnetje schijnt. Zoals je ziet ben ik weer terug van de kringloop. Ik ben nog wel geweest. Ik heb dus niet gefilmd. Maar ik heb daar wel wat gekocht. Dus ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Het zijn echt van die prullen, ja, prullen dingetjes. Wel leuke hebben dingetjes, zeg maar. Dus ik zal het eens even laten zien aan jullie. Dit is dus heel leuk. Mijn eigen naam in de sleutelhanger. Ik vond het wel grappig. Want mijn naam zie je eigenlijk niet zo heel vaak op een sleutelhanger. Volgens mij. Tenminste, niet dat ik echt opmerk. Ik heb hier 50 cent voor betaald. Dus ik vond het wel grappig. Ik bedoel, waarom niet? Ik heb dit gekocht van Rituals. En dat is zo'n brandertje waar je zeg maar hier zo'n geurtje in kan doen. En dan hier een kaarsje. En de kleur is zilver. Maar het lijkt nu op de video volgens mij een beetje, ja, bronzig. Maar ja, ik dacht wel leuk. Ik ga het nog wel even schoonmaken, want ik zie dat het hier nog een beetje vies is. Ja, dus deze twee dingen heb ik gekocht. Weer heel leuk. Dus ik ga zo even koken. Ik zal nog even laten zien aan jullie hoe en wat ik gekookt heb. Ik ga pasta pesto maken. De saus heb ik al gemaakt. En de tomaatjes heb ik al klein gesneden. Dus ja, het is eigenlijk niet echt een interessant recept. Ja, het is wel een heel lekker recept, dat wel. Als we straks in het huis zitten, dan vind ik het misschien wel ook leuk om meer van die kookvideo's te maken. En, want ik vind dat best wel leuk koken. Dus ik denk dat ik daar wel misschien wat meer over ga filmen. En ja, Max heeft nog wel een paar video's gemaakt. Dan moet ik even kijken of hij dat door heeft gestuurd. Volgens mij wel, want ik zag al van alles voorbij komen. Dus dat ga ik ook nog eventjes laten zien aan jullie. Maar in ieder geval super bedankt voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer hopelijk weer terug. En vergeet zeker niet te abonneren. En dan laat ik hier nog even zien hoe ik ga koken. En ik laat de video's nog even zien van Max. Want die is natuurlijk nog in het huis geweest. Maar in ieder geval, ik laat jullie even de video's zien. En hartstikke bedankt voor het kijken weer. Tot de volgende keer. Ba-da-ba-ba-ba, ba-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 
Nou, het is al meer dan een week aan het drogen. We hebben hier een aantal kacheltjes staan. Om het huis een beetje te verwarmen, omdat we geen verwarming meer hebben. Zoals je ziet, is het hier al flink aan het drogen. Want die andere muren, die zijn nog heel vochtig. Die moeten nog helemaal drogen. Het plafond is ook al bijna droog. Hier hebben we nog een deur staan. En die gaan we nog verkopen op marktplaats. Hier is het nog helemaal nog vochtig. Boven toe. Hier staat ook een kacheltje. En als je zoals je ziet hier, die raam hoe vochtig het binnen is. Dus ja, je moet even wachten tot alles droog is. Dan gaan we hier al de naadjes afkitten. En alles voorstrijken. En dan gaan we verven. Nou, ik ga vandaag even het puin weggooien, weer even naar de stort rijden. Vooral die zooi wat van de stukken door is afgekomen. Dan is het ook weer uit de tuin. Kijk, deze vieze zooi, cement, dat moet allemaal weg. Dan is het weer mooi opgeruimd. En dan is de tuin niet meer zo'n bende. De bus zit weer lekker vol. Komt allemaal uit de tuin weer. Dus dat sta ik ook weer opgeruimd. De tuin is weer lekker leeg. Alle rotzooi naar de stort gebracht. Dat is echt een hele vieze klus, want het was allemaal klei geworden.